Goedemorgen, het is vandaag woensdag. Ik zie er niet uit. Ik ben vandaag met heel veel stress mijn bed uitgegaan. We moesten nog heel veel dingen regelen voor de hypotheekadviseur en zo. Toen zijn we er vanochtend eigenlijk mee aan de slag gegaan. Lekker koffietje gedronken. Ik ga me nu even snel omkleden. Ik ga me even mijn sportoutfit aandoen. En dan ga ik gewoon lekker sporten vandaag. Dan begin ik mijn dag goed. En daarna gaan wij hier weer aan de slag. We moeten echt heel veel administratie doen. Ik moet nog heel veel editen, want ik loop achter met vlogs. En dat is een beetje onze dag. We gaan lekker gezond eten. Ik ga straks lekker koken. En laat ik jullie even zien wat ik allemaal ga maken. Dat is een beetje wat de vlog is vandaag. We hebben heerlijk gesport. Ik moet echt even nodig weer sportoutfitjes kopen. Want ik merk gewoon dat ik het echt totaal niet heb. Ik heb er echt een stuk of twee. En de rest ziet er gewoon niet uit. Dus dat moet ik wel even inkopen. We hebben een uurtje gesport. We zijn daarna naar de Albert Heijn gegaan. Even allemaal gezonde boodschappen gedaan. En ik ga nu even een salade maken voor ons. Het wordt waarschijnlijk een Caesar salad. Lekker met gekookte eitjes en zo. Avocado, alles erop en eraan. En daarna gaan we even met onze administratie aan de slag. Ik heb de post opgehaald. En mijn boek is binnen, waar ik echt heel erg blij mee ben. Even water koken voor de eitjes. Een slabakje van mij en een slabakje van Nesma. Ik hou echt van die grote saladebos. Dan kan je echt lekker salade uit eten. Zo, wij houden van eieren in onze salade. Dus 3 voor Nesim en 2 voor mij. Komkommer gesneden. En mijn salade wordt iets anders dan die van Nesim. Want Nesim mag net iets meer dan ik. Maar voor ons allebei wel gewoon komkommer. En rode kool. En ook avocado. Dat ziet er al lekker uit. Heerlijk. Voor Nessim ga ik dus nu nog kikkererwten erin doen. En mais. Dat mag ik allebei niet. Nou ja, verschil moet er zijn. Ik ga een dressing maken. En ik heb deze mayonaise laatst ontdekt. En die is echt super lekker. Zonder toegevoegde suikers en glutenvrij. En bio. De dressing zal zijn mayo met citroen, olijfolie, zout, biet, zout, peper, bieslook, peterselie. Ik gebruik echt nooit een citroenpers, maar ik heb deze laatst gehaald bij de blokker. Het gaat beter, hè? Ja. Thanks, hè. Met één hand vloggen en filmen lukt niet altijd. Allah, ik wil eerlijk zeggen dat het echt super handig is, want een citroen is gewoon helemaal leeg. Normaal gesproken heb ik het eigenlijk nooit. Oh, dit is de dressing. Ziet er echt super goed uit. Hier zit dus in mayo, citroen, olijfolie, bieslook, peterselie, zout, peper en knoflook heb ik bij gedaan. Dressing iets dikker maken. Dus ik voeg yoghurt toe. Dit maakt de dressing wel echt iets zuurder. Kijk hoe perfect. Dan doe ik de kip erbij. Zo, de kip zit erbij. Voor Nessie veel meer dan voor mij, want hij eet gewoon veel meer. En zijn salade ziet er eigenlijk veel lekkerder uit. Ik heb hier de dressing. Ik zit even na te denken, want de eieren moeten er nog bij. En kaas voor mij. Of ik nu de dressing op moet doen of niet. Ik heb hier nog van die zoetzure augurkenblokjes. En die wil ik er eigenlijk ook bij. Maakt het net allemaal wat lekkerder. Oh, het begint er echt goed uit te zien. Ik ga nu denk ik al de dressing eroverheen doen. De eieren zijn bijna klaar. En dan kunnen we eten. Zo, dit ziet er lekker uit. Dit is mijn salade. En dit is Nessim's salade. Heerlijk. Er is niks lekkerder dan zelfgemaakte salades. Echt. Zo, ik heb net heerlijk gedoucht. Een beetje concealer op gedaan. En ik heb echt super erg hoofdpijn. Dus ik ga maar gewoon heel snel vast doen. En dan ga ik even een theetje drinken of zo. Ik wil eigenlijk geen pijpstillen nemen, want ik vind het echt niet zo chill. Maar als het niet snel voorbij gaat, neem ik even een paracetamol. Even rustig aandoen. Even een uurtje. Even gewoon lekker op de bank liggen. En daarna ga ik gewoon even alles doen wat ik moest doen. Guys, ik heb dus gewoon een boek besteld van een webshop. En ik deed een pakketje open. En ik heb hem gewoon zo geleefd gekregen. Hij is ingepakt. En er staat hier gewoon M hartje N. Hoe dan? Hoe weten ze dit? Echt raar. Maar wel echt cute. Ik vind het echt heel cute ingepakt. Nou, dit wordt denk ik één grote kookvlog. Ik ben klaar met editen en mijn administratie dat ik ga koken. Ik heb de garnalen of gamba's gemarineerd. Die komen net uit de koelkast. Ik heb deze gehad bij de Chinees, want dan kan je zo'n heel mega zak halen. Super handig als je snel wil koken. Ik ga een spinazie recept maken, zo'n Afghaanse. Met knoflook en kruiden. En lekker groenten erbij. Broccoli en zo. En ik ga trouwens
gamba spiesjes maken. Deze is me aan het helpen. Hij is een spiesjes aan het maken. Lekker hoor. Ik ben knoflook aan het snijden en het haat ik echt zo erg. Helemaal stuk. Ik wou het gewoon grillen. Maar Nessim had dus laatst dit gekocht. Waar heb je dit gescoord? Albert Heijn. En hij wil nu barbecuen. Oh mijn god. Moet je dus alleen maar dit papiertje in de fik steken? Oh mijn god, Nes. Oh, dat ziet er best wel eng uit. Dat is helemaal fout gedaan. Helemaal in paniek. Dit... Kijk, mijn been is zelfs verbrand. Ben je serieus? Ik ga helemaal... Ondertussen ga ik lekker knoflook pakken. En hier komt spinazie bij. Lekker kruiden. En dan is het klaar. Oh, dat ruikt zo erg. Dat ruikt zo erg lekker. Oh jongens, jullie gaan het niet geloven. Maar Nesme heeft gewoon een föhn gepakt voor zijn barbecue. Waar slaat dit op? Eerlijk, laat nu in de comments weten of jullie vader ooit föhn heeft gebruikt voor de barbecue. Alsjeblieft. Oh mijn god. Lekker peterselie erbij. Hoorde eigenlijk koriander en verse dillen te zijn. Maar dat heb ik gewoon niet thuis. Dus ik vind peterselie heerlijk. En dan lekker spinazie erbij. Oh jongens, dit is het geworden. Het ziet er best wel lekker uit. Alleen het komt niet van een barbecue. Lekker hoor. Het is inmiddels 2:30. En Nessie komt zo thuis. Ik ben aan het koken. Ik maak noedels met een eitje. Hier lekker de kruiden. En uitjes eroverheen. Zo. Nessie's eten is klaar. Nessie is weer thuis. Ik heb geprobeerd om het een beetje lekker te maken. Soms heb ik het gevoel dat je een beetje uitstoken bent. Ik vind het gewoon echt leuk om van niks een iets te maken. Jongens, Nessim heeft gegeten. Deze dag is eindelijk voorbij. Ik ga slapen. Even mijn tanden poetsen. Zeg dat je van en dan naar bed. Waarom dan? Omdat je net achter de camera boos op mij werd. Zeg dat je van me houdt. Ja, want je me irriteert. Zeg dat je van me houdt. Elke keer dat ik de camera pak, zoek je aandacht. Doei. Ach.